hele goeie. Goedemorgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Buis en de Bellinga's. Familievlog. Wees, wat doe je met het handje? En Lucilla die is lekker op de skelter aan het skelteren. En Luan en Lucilla die hebben al de konijnen weer lekker verzorgd vanochtend. Kijk dan toch, jongens. En mijn Peppy eet niet haar ei eten, maar de baby eten. Oh ja, dan moeten we even een beetje in de gaten houden. Ja, kijk, die eten ook al dit. Oh ja. Ja, ja die kleintjes die kunnen ze goed eten. Maar ze vinden de groenten ook lekker, zie je dat? Ja. Dat vinden ze ook lekker. Ja, kijk, eentje die gaat alweer onder de buik om te kunnen drinken. Ja, om te drinken bij de mama. Oh. Dus je ziet het. Poepies. Ja, hij drinkt ook bij Peppy, hè? Dan ligt hij op zijn buik eronder. Op zijn rug. Op zijn rug. Ja, bij ons is de buik. Ja. Gaan we zo op de rug, kruipt hij eronder. Hier ook. Kijk hoe ze groeien, jongens. Kijk dan. Ze groeien per dag. Wil je eten? Oh, ik zag een tongetje. Ja, het is zo klein. En Peppy ook weer lekker haar gezichtje. Ja, oh, en daar zit er ook eentje. Kijk. Of twee. Kijk, hier hoor ik wat. Hey, hallo. En we zitten hier. En kijk, Peppy is in het wc'tje, maar in het... In het huisje, ja. Dat hebben we net alweer opgeruimd, hè. Ja, nou, dus dat is gezellig. Even 's ochtends lekker altijd met de konijntjes knuffelen. Ja. Ach, jongen. Oh, maar mijn eentje delen, maar drie delen dan dat. Oh, zo schattig. Ja, liefie. Wat is er? Nou, ik oefen mijn poppen even, maar kun je... Poppenkleertjes. Pip die vindt het ook heel interessant, die kleine babytjes. Ja, dat staartje gaat de lucht in. Want Pip voelt zich ook altijd echt een moedertje, hè? Zie je dat? Maar ze doet voor de rest niks en de konijntjes die zijn eraan gewend inmiddels. Oh, kijk dan. Nu kan je wel goed zien. Ja, gisteren had je zwarte, of eergisteren had je zwarte kleren aan, hè? Oh, moet je niezen? Maar die is niet voor jou. Hey, Pep? Deze. Jij moet die... Ja, dat is natuurlijk wel weer een lastig dingetje. Ja, nou denkt ze opeens, mijn bakje is veranderd. Maar nee, ze eet wel gewoon door. Mama, heb je dit was Pip. Ja, ze moest niezen, hè? Ja, denk... Oh, ze gaat toch weer naar dat bakje. Nee, ik zou niet meer. Ja, in principe is het niet heel erg, maar... Die zijn gewoon... het is niet de bedoeling. Groot voor de babytjes. Laat ik het zo zeggen. Zo eet maar. Ja. Oké, daar ook. Ze zijn ook zo schattig. Kijk dan. Deze eet de kleine kruimeltjes. Is die de kleine kruimeltjes op? Lieve wit bolletje. Passen ze nog steeds in je hand? Ja. Ja? Nog steeds? Ja, ze zijn al wel gegroeid. Ja, dat zie je wel heel goed. Ze zijn wel echt al gegroeid. Maar kijk hoe groot alweer. Zit je daar weer verstopt? Oké. Hier zit er één te eten. En die ligt nog steeds te drinken daar. En Peppy die denkt, het zal wel. Ik eet gewoon door. Het is tijd om lekker te gaan eten, kinderen. Ja. Kom. En Lucilla die heeft straks na school heeft ze een kinderfeestje. Ja, gaat ze weer. Ik zie je nog wel even op schoolplein. Want dan geef ik jou nog even een cadeautje mee en zo. Hoef je er niet mee te lopen. Kan ik hem niet op school... dat ik naar school ga, dat naar school meenemen. Je kan wel. Moet je wel goed bewaren dan. Die ziet hem al geven. Maar eigenlijk doe ik dags. En mijn dag op een filmpje aan mijn biertje pakken. Kan je uitkippen. Ja. Kan je aan mijn popje zie je net... Kleertjes. Kleertjes maken. Wil jij kleertjes maken? Nou, dan gaan we zo eens even met jou knutselen. Maar... Luxie die hoeft niet naar school. Die is altijd vrij op de vrijdag. In groep 1 zijn we bij ons op school altijd vrij. En Jannike veertjes. Oh, een papiertje, schatje. Maar we gaan eerst even lekker eten, jongens. Ja. Kom. En nu even kijken bij de visjes aan. Liesjes. Goedemorgen deze morgen. Nou, en de visjes die zwemmen ook weer lekker rond. Papa heeft ze net al wat eten gegeven. Dat is heel grappig, want als je hier gaat staan, dan zien ze je dus. Ze kunnen hier doorheen kijken. En dan komen ze allemaal hierheen zwemmen. Want kijk, als ik nou hier ga staan, moet je kijken wat er gebeurt, hè? Nou doen ze het niet. Jawel, ze doen het nu wel. En jullie zwemmen er ook weer fris en fruitig bij. Nou, en die. Het is allemaal voor mij. Ik zeg eens smakelijk. En nu wel zelf veel plezier op school. Lucilla heeft straks een verjaardagsfeest van een klasgenootje. Dus we zien je pas weer einde middag. En kijk vandaag weer gezellig met ons. Nee. Vraag niet hoe. Maar we zijn... Een poppenkeertje maken. We zijn achter de naaidoos beland. En Luxie, een poppenkeertje maken. Luxie wilde heel graag dat mama poppenkleertjes ging maken. Ja. Maar Pop geen kleertjes meer heeft. Kijk, die poppen is helemaal bloot. Gaat goed, jongen? Ja.
Kijk, deze die heeft geen kleertjes en dat is echt een formaatje dat je niet zo heel veel van die soort kleertjes hebt. Nee. We hebben genoeg koppenkleertjes, maar dat zijn maar grote. Maar eigenlijk zag ik op een filmpje een mooie duikje, jurkje en een bloemenshirtje en een broekje. Oh, een tijgerjurkje en een bloemenshirtje en een broekje. Ja. Maar dat kan mama niet maken, liefje. Nee. Ik ben niet zo heel maar erg... Maar wel een jurkje. Nee, ik ben nou een rokje aan het maken. Ja. Toen vonden we nog dit elastiek bandje en ik vond nog een lapje. En ik denk, nou, dan naai ik die aan elkaar. Dan hebben we een soort jurkje. Strapless jurkje. En deze voor de handje en voor de buik. Oh, dat weet ik niet, mama. Dat gaat lukken, hoor. Oh, lusjes. Niet in het flesje zitten. Lusjes, nee. Niet in het flesje zitten. Kijk, dat zijn je blokjes. Maar kijk dan. Ja, Kokkie die ligt gewoon lekker erbij. Die denkt, nou, laat ze allemaal maar. Ik ga lekker chillen. Ja. Maar goed, dat zijn we dus aan het doen. Ja. Goed zo, jongen. Dat zijn de blokjes. Mam, eigenlijk had ik bij mijn zoon een mooie bloem gemaakt. Heb je bij school een mooie bloem gemaakt? Ja. Voor Vaderdag? Echt waar? Maar die zit wel nog op zool. Heb je die al af? Mam, dan moet je nog inpakken, denk ik, of niet? Maar die mag niet hier. Moet nog drogen. Maar we mag nog niet hierheen doen. Nooit mag je een kamertje. Het is nog geen Vaderdag, hè? Als het Vaderdag is, neem je mee naar huis en dan gaan we hem aan papa geven. Dat vindt papa wel leuk. Kijk, Lusjes die gaat dan met een blokje spelen. Hé, jongen? Ga je met een blokje spelen? Ja. Alles eruit en erin halen doen. Dat vindt hij mooi. En Luxie gaat lekker tekenen. Oh. Was er dan. Nou. Lusjes is even lekker met papa de tuin in. Ja. En ik heb als goed is dit gemaakt. Ik heb nou dit helemaal vastgemaakt rondom het elastiek. Ja, net voor mijn tuintje. Voor mij. Ja, truitje. Dat is meer een rokje, denk ik. Ja. Kijk, maar mag je ook iets hoger? Oh, nou doet de elastiek het natuurlijk niet meer. Wacht even. Mama gaat het even fixen. Ja. Zo. Oh. En mijn doos hier. Van de jemmerboogtuin. Oh, mijn jurkje. Ah, kijk. Zo. Het is alleen omdat de achterkant blote billen heeft. Maar hij mag niet uit. Hij mag niet uit. Kan je wel makkelijk de billen schoonmaken? Ja. Ik kan het nog wel even dichtmaken. Ik wil een stukje afkippen. Kan ik op mijn dak was. Een plakband. Ja. Je kunt het ook gewoon zo houden. Zo. Maar kan je ook met een touwtje? Dan kun je hem niet meer uitdoen, hè, als ik het weer ga stikken. Ja, mama is nou eenmaal niet zo heel erg goed in dingetjes naaien. Wacht. Even je handen zo. Ja. Zo. Ja. Ook een maar goed, het is weer iets. Ja? Is het goed? Hij is niet meer blauw nou, hè? Wel de billen. Wel de billetjes, ja. Maar wel heel goed aan. Ja, even een schatje met z'n lief. Oeh, lekker snuffen. Mama is prinsesje. Luxie liet mij een heel leuk filmpje zien. Luxie die slaapt al inmiddels. En Luxie was even een filmpje aan het kijken. Maar Luxie even wel. Oh, mag ik hem even terug doen? Ja. Deze. Kijk. Deze. Gaan we even laten zien. Kijk. Zien jullie die? Zagen jullie hem of zo? Nee. Oh, nog bijna. Ja, dit filmpje was Luxie aan het kijken. En ze zag die taart. Ja. En dat is een Smartie-taart. Een Smartie-taart. En dan moet je heel veel dit nodig. Dan heb je heel veel Smarties nodig. Dus ze zei mama, hey, ik heb een leuk idee. Zullen wij ook een Smartie-taart gaan maken? En nog heel veel dit. En een dikje moet ook die foto maken. KitKat is erbij met een strikje erom. Ja. Je moet alleen maar even boodschappen gaan doen. En Luxie heeft een chocopasta mand, kijk. Heeft chocopasta gegeten. Misschien maar een leuk idee. Kijk. Dan krijg ik... Oh, die was van mama van gisteravond. Mam. Ze heeft mij betrapt op een snoepje. Ze heeft mama betrapt op een snoepje. Mama had gisteravond nog even een snoepje gegeten toen jullie op bed lagen. Het is het enige moment dat mama rustig een snoepje kan eten. En nou wil jij doen natuurlijk. Zullen we hem delen? Ja?
Ben jij zo sterk? Oeh! Ja. Welke is voor mama? Die? Nou. Mm, lekker snoepje. Hey, maar het is misschien wel een leuk idee. Als Lucie zo wakker is, gaan we even naar de supermarkt. En dan gaan we even de ingrediënten halen. En dat is helemaal geen verjaardag. Er is niks te vieren. Maar we willen gewoon een taartje maken. Maar mag wel een vriendin van Lucia. Ja, een vriendin van Lucia viert vandaag haar verjaardagsfeestje. Dat klopt. En dan kun je misschien wel taart lekker maken. Dan kun je het van het weekend lekker opsnoepen. Of wel een hapje proberen straks. Maar Luan en Lucia zijn pas aan het eind van de dag thuis. Of zullen we even proeven? Ze mogen ook even proeven. Ja. Maar je zit op het eind van de dag thuis. Het is een chocoladetaart, dus dan moet je lekker in de koelkast laten, want dan wordt die chocola lekker hard. Hm? Maar ga mama even het receptje opzoeken. Dat had ik al een beetje gedaan. Kijk, met de iPhone. Dan zoek je gewoon. Ik zocht bij Smartytaart, want het was een Smartytaart. Dan kijk je binnenkant. Ja, dan kreeg ik deze te zien, dit receptje. Dus die gaan we gewoon eens even proberen te maken. In principe moet het niet heel moeilijk zijn. Wacht. Ik heb chocola voor cake. Chocolade of normale cake. Smarties. Nutella. KitKats. Water, boter en een ronde cakevorm. Nou. Hier is. Ja, KitKats, je hebt het wel. Ja. Nou. Ik hoef alleen nog Smarties en chocoladecake en Nutella. Oh, Nutella heb ik volgens mij nog wel. Nou, top. We gaan dat doen, jongens. We gaan een Smartie taart maken. Maar eigenlijk ook eentje van deze opgegeven. Ik ben zo eerlijk met meisjes. Nou, moeten we even kijken of we een taartvorm hebben. Leg die maar op de aanrecht neer. Oké. Okay. Kijk, we hebben wel de vorm. Deze. Ja, die moet ook nodig. Van deze, dus die hebben we ook. De taartvorm. Ik ben je vallen. Oh, voorzichtig. Ga maar doen hem weer dicht. Met handen. En dan hebben we Nutella. Dan gaan we even bij de bijkeuken kijken. Mama. Ja? Melk vergeet ik ook net. Melk, ja, maar dat hebben we niet nodig. Ja. Even kijken. Hier. Mama, mixer. Moest ook weer hebben? Mixer, ja, die hebben we ook nodig. En we hebben Nutella nodig. En nog Nou ja, het is niet de Nutella merk, maar het is wel gewoon de chocopasta. En zo gaan dus die hebben we ook. Smarties nog kopen? Ja, Smarties moeten we wel even kopen. En cake. Ik weet niet of we nog beslag hebben voor cake. Even kijken. Heb je wel van muffins? Vind je dat leuk, liefie? Vind je dat leuk, schatje? Even kijken. We hebben hier nog wel... Oh nee, dit is een cake. Het is geen taart. Boerencake. Nee, we hebben geen taartmix. Wel cake mix, maar we gaan een taart maken. Dus taartmix moeten we meenemen. Nou, chocopasta mee. Hoppatee. En vindt Lucie leuk, hè? Gaan we samen bakken. De mixer. Kijk, hier is die. Ja, dat is de dit is een blender, maar we moeten een mixer hebben. Een mixer die ligt hier. En de mixer hebben we nodig. En een grote schaal. En een grote schaal. Ik heb even een saladebak. Mag ik even bakken? Ja, maar we moeten eerst even naar de supermarkt. Want ik heb niet alle ingrediënten. Dus maar ik heb al wel wat. Slaapt nog. Ja, Lucie slaapt nog. Dus we wachten nog even tot Lucie klaar is met zijn slaapje. Maak hem niet wakker. Ik laat hem lekker uitslapen. Gaan we even jouw mondje poetsen. En dan pakken we de tas en dan gaan we even naar de supermarkt. Goed? Vind je dat leuk? Lekker snoetje? Ja? Liefie. Zoeken, ja. Wie is daar weer wakker? Wie is daar weer wakker? Nou. Hoppatee. Zo, even lekker een broodje geven. Want hij had vanochtend alleen maar een banaantje op. En toen was hij weer gaan slapen, liefie. Ja, of wil je hem alweer? Jij wilt dat hele bord pakken. Dan gaan we maar mee eens even stukjes snijden. Ja, slecht. Met je lekker stapeltje. Oh ja, ik zal opschieten. Kijk eens, je hebt honger. Lekker, lekker, lekker. Lekker, lekker, lekker. Wil je zelf in je mond doen? Ja, doet hij zichzelf in zijn mond doen. Nou, Lucius is nou in ieder geval lekker wakker. Heeft lekker zijn hele ochtend een tukkie gedaan. Ik kom. Ja, wat ben je aan het doen? Nou,
Ik maak een mooie tekening. Oh, wat een mooie tekening. Laat eens zien. Kijk eens. Voor kleine Jan. Voor kleine Jan. Kom hier. Kom hier, mama. Wil je ook nog even wat eten als we, voordat we gaan? En je had al rijstwafels op, hè? Ja. Met chocopasta. En een snoepje. Boef. Dat jullie stiekem gepakt. Ja. Nee, dat was maar ook mama. Ja, dat één snoepje van net, ja. Had je mama betrapt. Oh. Dat is de postbode. Mag even. Blijf even bij hem zitten. Als je een stukje wil, kun je dat dan geven? Niet een druifje, ja? Alleen een broodje. Ja. Iets brengen. Popcorn. Komen popcorn brengen. Geen idee waar ze popcorn komen brengen. Heb jij popcorn besteld? Sorry? Popcorn. Popcorn besteld? Ja. Een beetje besteld. Oké. Okay. Ik kom net van daarover, maar... Er komt nu een aanhanger, een vrachtwagen. Oké. Is dat nog van de film? Popcorn? Papa wist er al van. Dit is een verrassing voor alle kinderen van morgen. Wat we morgen gaan doen. Maar er is nu al vanuit een mediabedrijf nu al een pakketje bezorgd. Jongens, maar dat ga je voor de rest morgen zien in de vlog. Ja, hij wil nog een boterham. Maar ik denk al popcorn. We hebben ze popcorn bezorgd. Maar dit is een ton waar ze in moeten graaien. Maar dat gaan jullie morgen zien, jongens. Dat gaan jullie morgen zien. Wil je nog een broodje? Luxie? Nee. Kom hier, Peppie. Dat is toch een verrassing voor morgen. Ja, dat is een vrachtwagen. Ja, ik denk ze komen mee de vrachtwagen popcorn brengen. Maar het is een doos. Kijk eens hier. Nee, hoef je niet meer? Nee? Mama. Ja. Ik weet het al. Wat dan? Popcorn. Er zit popcorn in, ja. Dat heeft iets te maken met morgen. Dat ga je morgen zien. Ja, alleen de popcorn, maar voor de rest weet je nog niks. Wat dan? Ja, er zit iets met popcorn in de doos, maar je moet erin graaien, zei de meneer. Ja, het is een graai, gabbelton popcorn. Lucilla. Ja, Lucilla en Leon komen vanavond pas thuis. Kun je het vertellen? Goed? Ik zie die, ik ben wel benieuwd. We gaan even Lucie's broodje nog opeten en dan gaan we naar de supermarkt toe. Mama, dan moet je eerst even plassen. Lekker broodje, jongen. Is hij al op? Is hij al op? Hij heeft een heel schattig shirtje aan. Met zo'n heel klein baby stropdasje. Ja, die is mooi, hè. Die is mooi. Lekker, lekker, lekker. Lekker, 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 lekker doet hij dan. Ik ben hem aan het leren dat als hij iets lekker vindt, dat hij zo doet. Lekker, 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 lekker. Lekker, 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 lekker. Schatje. Ja, piebelt in de stoel. Een echte popcorndoos, ja. Ah, dat laten we even voor de verrassing van morgen. Kijk, 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 kijk. Popcorn! Oh, dat is echt popcorn. Zal ik nog iets laten zien? Kijk, Luxie, kijk eens even. Moet je nou eens even kijken? Wat voor is dat? Wat zal ik hierin zetten? Nee, maar dat hebben we nog niet laten zien. Nee, dat is een verrassing van morgen, papa. Dat moet ze grappen, want daar hoop ik hem niet een greetticket in zit. Maar van wie? Dat zien we morgen. Ik laat de chauffeur even met zijn grote vrachtauto. Ja, ik denk die maakt een grapje. Hij zegt... Ik kom popcorn brengen en daar staat zo'n grote vrachtwagen. Ze doen maakt een grapje. Nee, maar het is echt popcorn. Zo, nou, wij hebben de jassen aan en we gaan even op naar het dorp, naar de supermarkt. Om de ingrediënten voor de taart te halen, goed? Doe lekker Smarties. Met Smarties, ja. Smarties, Smartie taart wordt het, hè? Ja. Chocolade Smartie taart. Ja. Nou, jullie zullen wel denken, wat heeft Daniel gedaan? Want ja, ik ben alweer druk vanochtend bij de Rova geweest. Want de aanhanger zat vol met dozen.
en huishoudelijke textiel. Want we waren gisteren de hele poolhouse uitgezocht en zwemkleding die niet meer paste. Dus kortom, zij gaat er nu eventjes op uit met de kleintjes, met het witte cameraatje. En we hebben een première. Ja. Kijk, een taartmaak, maar Lusjes heeft zijn mooie stoel binnen. Zitten jullie naast elkaar? Vriendjes voor het leven. Nou, boos heb je doen, tot zo. Doei, Lenian. Nou, succes met de twee kleintjes. Ja. Ik zie je zo weer, hè. Doei. Kijk dan hoe schattig. Ja, zo is schattig. En misschien even uitleggen. We kregen laatst van reacties van, oh, Lusje zit niet in het goede stoeltje. Dat klopt ook, want hij zat in het stoeltje van Luxie. Maar het ging even niet anders, want hij heeft eigenlijk altijd in deze auto in een Maxi Cosi gezeten. Maar die Maxi Cosi is en andersom en die is, ja, die ligt, zeg maar. En hij wilde absoluut niet meer liggen, dus hij krijste het uit als we hem in een Maxi Cosi deden. Dus op dat moment heb ik snel die Maxi Cosi eruit gehaald en hem toen in de stoel van Luxie gezet. Want daar paste hij op dat moment wel recht in. Alleen ja, het is natuurlijk niet voor zijn leeftijd, dat wisten wij op dat moment ook wel. Maar we hadden even niks anders. Dus Luxie die zat toen op het zitje van Lucella. Lucius die zat dan daar, maar ik denk niet dat hij het wil, schatje. Laat hem maar gewoon lekker kijken. Dus ik had een kinderstoel voor hem besteld, maar dat duurde even voordat hij binnenkwam. Voor de rest hebben we ook die andere bus. En die andere bus die... kijk open. En die andere bus die gebruiken we ook. En daar kan hij wel gewoon in zijn eigen zitje zitten. Dat was dus de reden waarom hij toen een tijd heel even in dat zitje van Luxie zat. In onze andere bus hebben we wel gewoon zitjes voor, ook voor hem. Dan had hij gewoon een normale autostoel, maar in deze had hij dus die Maxi Cosi. Nou, en dan wilde hij dus echt niet meer inzitten. En vanaf 9 maanden kan je ook je kindje vanaf vooruit, dat hij gewoon vooruit rijdt, vervoeren. Dus hij mag nu in zo'n stoel zitten. Dus vandaar dat ik deze stoel ook had besteld. Ze zitten nu echt super gezellig naast elkaar. Echt helemaal schattig. Dat is leuk, hè? Samen. Nou, wij gaan even naar de supermarkt. De boodschapjes doen. Rondje eruit halen, zei je. Ja. Nou, eens kijken of je dat lukt. Vond je dat leuk in die stoel, jongen? Ja. Je moet heel hard knijpen. Goed zo. Hey. Dat is een mooi puzzeltje weer openmaken. Ja. Ja, dan kan je eruit. Ja. Ik kan het al. Dat was mooi in de stoel. Ik kan het al. Hier, 1, 2, 3. Ik ga gewoon zitten. Ja, neem jij die maar even mee. Luxie, die had mama zo goed mee. Ja. Kom maar. 1, 2. Hoppatee. Nou. Op. Even voor je handen? Ja, ik heb hele volle handen, ja. Geef maar. Alsjeblieft. Nou, auto dicht. Hoppatee. En zeg maar op naar de supermarkt. Op naar de supermarkt. Nou, Lucie is hierin. En Luxie met het eigen karretje. Nou, dan moeten we naar de bak verdelen, Lucie. Ga je mee? Deze kant? Ja, deze kant op. Gaan we naar de bak verdelen. Nee, dat hoeft niet. Aardbeien hoeft niet. Nee, de bakafdeling. Ja, de aardbeien zijn wel op, ja. Ja, neem die maar mee. Zit toch in de bonus. Toppie. Goed, solutie. Kom maar, gaan we die kant op. Zullen we ook broodjes meenemen voor straks? Ja. Ja? Ja. Of zo'n ding. Ja. Goed, solutie. Ja, daar kan je. Ja, dat is genoeg. Dat wil je. Die chocolade? Ja, pak maar. De floppen. Doe die straks op je brood. Maar twee? Nee, eentje is genoeg, hè? Ja. Die. Deze. Ja, goed zo. Deze kan ik niet vinden, meisje. Ja, die hebben we in ieder geval al smeltchocolade. Die moeten we hebben. Deze en dan gewoon neutrale cake. Taart. Ja, wil je wat zeggen? Nee, wil je wat zeggen? Even kijken, dit zijn cupcakes. Nee, dit zijn muffins. Ja. Dit is cake. Koekjes. Bananenbrood. Nee, vind jij ook? Ja, karretje ook leuk, denk ik. Nou, Luxie? En die kinderen net bij dit bakken. Ja, van je kindje ook even met jouw wagentje rijden. Hey, maar Luxie, moeten we even goed kijken waar de taart is. Want ik zie nog even geen neutrale. Ja, dat is de binnenkant. Maar je moet gewoon een
taart. Een normale cake taart. Maar je hebt alleen maar allemaal verschillende soorten taarten. Ja. Eigenlijk moet dit een groen worden en een rood, een geel van die ook. Ja, maar dat is alleen een bodem. We moeten de hele taart hebben. Laat nou alsjeblieft die taarten zijn, jongens. Dus valt mijn hele idee weer in het water. Kennen jullie dat, jongen? Lux, kijk dan, regenboogtaart. Zou dat wat zijn? Ja. Nou, kunnen we misschien wel proberen. Wat heb je daarvoor nodig? Dan moet je kijken, wat moet je zelf nog nodig hebben. Zonnebloemolie, eieren, poedersuiker, boter en strooipret. Oké, dan moeten we even zonnebloemolie nog pakken. Nou, dan gaan we op zoek naar de Smarties, hè? En de Kit Kats. Ja. Oh, chips. Ja, de chips. En die doen we niet op de taart. Nee. Een taartchips. Chipstaart. Ja. Hier hebben we de Kit Kats, deze. Ik weet niet hoeveel we nodig hebben, maar... Die? Mama, heel veel moet je nodig. Ja, helemaal rondom de taart. En nou nog, oh ja. Kijk eens. M&M's. Ja. Die ook, hè? Mama. Ja. Toch niet zwart is. Net op een filmpje gewoon niet zwart is, maar net. M&M's. Ja, Smarties of M&M's. Ja, dat is hetzelfde. Dat is maar hetzelfde. Zwart is hoef ik niet. Nee, maar dit zijn M&M's. Die lekker? Die? Ja. Nou, doen we die erbij. Goed. En dan moeten we nog even de zonnebloemolie vinden, want die heb ik niet. Wel olijfolie, maar geen zonnebloemolie. Deze ja. Die vind je ook lekker, ja. Kom maar. Gaan we daarmee even terug. En dus gaan we lekker tijdje maken. Gaan we lekker tijdje maken. Ja. Ja, en dan pak je hier de zonnebloemolie. Zo, nee, hier deze. Kan je erbij? Goed zo. Dan ben je weer eraf. En doe maar in je karretje. Toppie. Wat hoor je allemaal, jongen? Allemaal weer geluidjes, hè? Kijk, hebben we hier de eieren, Luxie? Hier eieren? Ja. Mama, ja. Pak maar de eieren. Om maar die in de kar zetten. Want die van jou zit al behoorlijk vol. Zie je dat? Ik ga alleen maar bakken als ik aan jou geef. Top. Nou, dan gaan we aan de kassen. Die is zwaar. Zo. Ja, op de auto. Tens, kaartje weer terugzetten. Je weet waar dit moet, hè? Ja. Goed zo. 1, 2. Boom. Ga je weer mee? 1, 2. Die erin. En die eruit. Samen? Ja. Toppie. Zo heet het. Nou, wat vond je ervan, jongen? Zo leuk met hem ook in de kinderwagen. Of in die wagen, hè. Dat zit je bij de winkelwagentje. Ja. Is leuk, hè. Kan je mooi er rondkijken. Ja, dan gaan we naar de auto rijden. Mama, ik kan wel zelf. Ik kan wel zelf. Zo, willen jullie een bolletje? Nee. Om te plukken? Nee. Dus je hebt een bolletje op te plukken? Aardbei wil ik. Ga vast. Ook een aardbeitje? Nou. En dan kunnen we naar huis, jongens. Op naar huis. Zit je in je gordel? Zo, nou jongens. Dan gaan we weer naar huis. Het is opeens warm. Ik dacht vanochtend van nou, het is niet warm, maar het is wel bewolkt. Maar niet koud. Ja, lekker warm, ja. Dan gaan we eens even kijken, jongens, of mij dit gaat lukken. Het is wel weer een andere soort taart dan ik dacht. Nee, gewoon een normale bodem, zeg maar. Maar dat hadden ze niet. Ze hadden alleen maar regenboogtaart. Maar goed, ik ben benieuwd of het gaat lukken. Lux? Ja, dat is wel weer een vraag, mijn mama. Maakt niks uit. Maakt niks uit. Zitten jullie goed? Ja. Ja? Nou, jongens. Gaan we naar huis. Zo, nou, alle ingrediënten gehaald. Nu op naar huis. Ja, en ik ben dus heel erg blij, want ik heb ook gisteren hier de voortuin robotmaaier geïnstalleerd gekregen. En ik ben nu even aan het fijntunen, maar hoe ideaal is dat? Dat we zelfs nu voor ons voortuingrasje ook een robot hebben. Fijne woeslimpip? Ja,
jullie goed opletten of de robot het goed doet, hè? Want we moeten hem nog wel helemaal fine-tunen. Dus ja, zo ben ik met alweer een heleboel dingen in de tuin bezig. Aanhangen het gelegen bij de rover. En ja, zo vliegt de tijd aan ons voorbij. Als ik even niet kijk, jongens. Kijk, dan heb jij een appeltje gepakt, kerel. Heb jij een appeltje gepakt? Okay. Nou, wij zijn inderdaad weer thuis. En Luxie die... Nou, eigenlijk moet nog meer van dit hebben. Ja, we hadden nog meer KitKat gekocht. Ja, waarschijnlijk, jongens, heb ik iets te veel. Maar goed, beter iets te veel dan dat ik weer eens iets te weinig heb. Het maakt niet uit, hoor. Nee, kijk, we hebben nu de Smarties. We hebben de KitKat. Mixer. Mixer, we hebben ei. Eien. We hebben nog smeltchocola, we hebben boter. Dit. Regentaart, regenboogmix. Maakt niet uit. Chocopasta en zonnebloemolie. Wacht. En ja, hier gaan we dus een regenboog. Nou, waar hoort het eigenlijk ook alweer? Ik ben even een beetje door de war wat het woord wat het was. Ja, maar, had, ja, maar schatje, laat die KitKat maar liggen daar. Want ik denk dat dit meer dan genoeg is. Mama. Het wordt dus een M&M chocolade regenboogtaart. Als ik het nu zo even goed bekijk. Volgens mij hebben we veel te veel, maar dat maakt niet uit. Want ik denk, ja, misschien is het net te weinig en dan heb je hem net niet goed. Dus, maar goed, we hadden dus geen normale basistaart. Er was geen basic neutrale taart. Alleen maar of, regenboogtaart. Of kon je deze weghalen en deze wel inbuiven, maar en deze af. Ja, dat denk ik dat die, we doen. Kon die er overheen. Vind ik een heel goed idee. Ze zegt van, kerel, ik zie de meloen. Maakt niet zoveel uit dat hij daar een appeltje pakt. Hij vermaakt zich even met die appel. Maar hij, ze zegt inderdaad dat buitenste stukje van het plaatje, dat laten we dan weg. Dat doen we dan chocola, maar het middelste dat houden we dan wel als ja, regenboog. Maar dan gaan we eerst eens even kijken hoe het moet. Maar verwarmde oven, dat had ik al gedaan. Deze wel goed. Ja, maar kijk, dit is zoals er allemaal in zit. Ja. Stap 1, verwarm de oven. Dat hadden we gedaan. Ja. Stap 2, meng 1 zakje taartmix met 60 ml water. En dan kijk dan. Deze. Blijf zitten, hè? Kijk dan. Hé, hey, Liesjes. Ben je een banaantje aan het eten? Vind je dat lekker? Ik ga even kijken. Hey, maar je eet nou ook de schil op. Misschien is het toch niet zo heel handig als ik hem in zijn gang laat gaan. Al vindt hij het zelf wel heel erg leuk. Wil je een banaantje, liefie? Kom, ga mama de schil er even afhalen. Dat is veel lekkerder dan de schil. Ik wil ook... Wil je ook een banaan? Ja. Nou, pak ik eerst even een banaantje, jongens. Mom, nou, voordat we zijn begonnen, zijn we al heel veel. Ja, hij vliegt gewoon. Kijk, een bananenschil. Een banaantje voor jou. Oeh. Alsjeblieft. Akje, akje. Dan ben je een haker, aapje. Dan ben je een klein aapje, ja. En Lucius ook. En Lucius ook. Oh, nou gaat hij naar de meloen beginnen. En nu is het banaan. Lucius, nee, nee. Desba. Desba. Oh, kijk eens hier, jongen. Kijk eens, dit is een banaanje, maar hij vindt het veel te leuk om dat zelf te doen. Kijk, deze. We gaan hem eerst openmaken. Nee, eerst openmaken. Jongen, eerst openmaken. Ja. Oké, nou kan je hem eten. Hij eet gewoon een banaan met schil op. Hier. Ja, dat is lekker. Het is nog veel lekkerder zo. Dus jullie denken, wat is Daniel aan het doen? Die zit dus weer in de tuin. Wat ben je aan het doen? De boom aan het snoeien. Ah, kijk. Daar staat hij. Aha. Ja. Ja, snap ik, ja. Ja. Ja, is mooi zo. Nou, terwijl Daniel nog even lekker snoeien is, ga ik nu echt beginnen met het bakken. Hè? Het is bakken. Koken is wat anders. Met het bakken van de taart. We hebben hier een taartmix. Maar eerst ga jij deze doen en ik ga jij mag deze erin doen. Mag ik het maar in de koel? Ja, zachtjes. Oeh, dat wordt mooi groen, zie je dat? Ja. Dat wordt mooi groen. Oeh. Dan pakken we een ei. Eitje erbij. Zo, dan wat al het water erbij. Ja. Goed zo. Nou, ik heb geen mixer, garde mixer. Ik heb alleen maar een schaafmixer. Mag ik even vies maken? Nee. Even een beetje invetten. Nieuwe? Ja, en dan gaan we ook een beetje de randjes doen. Ja.
Zo, hoppa. De mengsel is nu helemaal groen, zoals jullie zien. Wauw. Zo. Kijk, nu ziet het er dus zo uit. En we gaan nu dit gedeelte in de oven zetten. Nou snap ik het, dan krijg je allemaal aparte gedeeltes. Nou, ik had de oven al voorgewarmd. Zo. Ik kan ijs doen. En dan moet hij heel even, niet te lang, moet hij dus al in de oven staan. Nou, en in die paar minuutjes dat we toch moeten wachten, gaan we meteen die andere kleuren maken. Mama, ja. Precies. Die maak maar open. Maar één. Oeh, roos. Yours. Water. Maar heel veel, ik heel veel. Alles erin. Oh, wauw. Wow. Dit is heel mooi, kijk dan. Heel erg mooi. Mijn lievekleur. En dan ei. Mama, mijn lievekleur is dat. Dit is jouw lievelingskleur. Ja. Lief je toch. Zo. En dan gaan we bereiden met de mixer. Die heb ik even schoongemaakt. Maar ik ga er vast houden. Ja, nou vast hè. Deze is super mooi roze geworden, zoals jullie zien. Maar. Heel goed. Eitje erbij. Dit is ook een lievelingskleur. Is dat ook jouw lievelingskleur? Dit is dus de geel. Die zetten we ook even hier neer. Wat? Oh. Maar nog één. Nog één. Ja, gaan we nog een kleur doen? Die kleur. Oh. Wauw. Oh. Volgens mij wordt hij ook heel mooi. Ja, oké, hier water. En het eitje erbij. Hoppatee, we zijn een goed team bij, hè? Ja. Heel goed samen. Mijn papa mag en Zeeja en Miron mag ook even proeven. Die mogen maar ik ook en ja. Jij ook. Ja, zeker. Een heel lekker taartje. Daar gaan we weer, hè? Hou vast. Nou, dit is in ieder geval de blauw. En dan gaan we nu eens even kijken hoe die uit de oven gaat. Is nou de groen. Maar eigenlijk zit wel een tapeje. Het is allemaal heet, hè, Liefie? Ja. Wauw. Ik hoop dat het met het lukt. Hij blijft wel een beetje aan de bodem plakken. Ik ga je zelf. Ik ga jezelf nog. Ja, ik praat tegen mezelf. Ik zeg even bij je papa. Was je even bij papa? Kijken naar papa. Papa is in de tuin bezig. Ja, we kunnen net even kijken. Maar dan ga ik net even weer terug. Oké. Nu helemaal zonder scheuren, maar dat maakt niet uit. Ik ben er blij mee. Ik heb hem er vanaf. Nu gaan we naar de volgende. Oké. Deze eerst even. Geel. Proef eens. Is het lekker? Lang! Lekker? Ja. Olie weer in. Maar ik en mag weer doen. Ja, doe dan maar weer. Goed invetten. Dit. Ja, 1, 2. Daar gaat hij. En nog even, ik doe. Even een beetje rond doen. Niet te hard, hè. Heel zachtjes. Zo. Oh, 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 hij lekt een beetje. Ja, yes. Wacht even. Ik ga hem gewoon, waar lekt hij nou? Ik heb hem niet goed dicht gedaan. Mama, hier. Ja, ik ga hem gewoon heel snel in die oven doen. Maar mag niet uit, maar hier in de tafel. Even schoonmaken. Ja, kan je ook even. Zo. Nou, dat is verschoon. En nu hebben we 250 gram poedersuiker nodig. Nou, dat is dus een heel. Echt 250 gram, hè? Mam. Ja. Je hebt het anders. Echt nou, doe er maar in. Hé, wacht. Dat is wel heel veel werk. Misschien kunnen we het niet gewoon helemaal afhalen. Moet het echt helemaal? Kunnen we het niet strak slopen? Nee, dat gaat niet. Nou, doe echt maar zo dan. Kan je dit zo doen? Ja. Ik heb dit nog nooit gedaan, jongens. Kijk dan. Zoals jullie zien. Heel goed. Ik heb het ook een beetje smelten. Kijk dan. Zo. Wow. Echt zoveel? Ja. Ja, mix de poedersuiker. 250 gram poedersuiker. Dat is wat. Heel vast. Wordt weer hilarisch, jongens. Nu, nee, Luxie. Lekker opeten. Ja. Oh, niet te veel, hè? Kijk, ik vind dat lekker. Ik vind dit geen lekker. Oh, niet te hard.
bijna de boter. Nou, in ieder geval, hier hebben we de boter. Had ik even laten een beetje laten smelten. Och jongens, ik ben ook geen keukenprinses hoor, jongens. Nee. Excuses, dat het er weer zo klungelig uitziet allemaal. Nou ja. Dat maakt een kind niks uit. Mama, snap je? Taartgevecht weer. Taartgevecht, ja, nou ja. Dat moet je vooral doen als mama niet thuis is. Nee. Ja, maar vast. Ja, nee, we gaan nu eens even de roze uit de oven halen. Om te kijken of die ook goed gelukt is. Deze is niet helemaal goed gegaan. Omdat de taartvorm niet recht zat. Dat is niet erg, kom maar. Deze, kijk, ik kan het jullie even laten zien. Maar wel. Hij is niet helemaal goed gegaan. Kijk maar uit hoor. Wel heel goed. De kleur is heel mooi. Alleen omdat de taartvorm niet recht zat, is die schuin. Zie je, zit er daar bijna niks. Dan kan je nog wel haken opeten. Ja, zeker. Ja, maar... Hoeft het maar eens. Ja hoor. Dat is lekker. Ja. Wat ik nu ga doen is even het chocola au belle Marie maken, koken. Dat doe ik dus altijd met een beetje water, is dat. Zo heet dat dan. En een bakje trek ik dan bovenop. En dan de chocola. Trouwens echt heel lekker van die chocolaatjes. Zo lekker. Mag ik? Eentje? Ja. Mm-hmm. Ja, lekker. Lekker hè? Ja. Die doen we in het schaaltje. En dan gaat het hier lekker in smelten. En dan kunnen we dit zo meteen gebruiken om over de taart te doen. Als het allemaal gaat lukken. Maar met de poppets, ja? Kan je ook een chocola maken. Hm? Bij poppets? Ja, klopt ja. Had je een keer gezien hè, met Luan. Dat was weer van TikTok of zo. Nou, wat we nu gaan doen, is even in ieder geval beginnen met één pak. Deze KitKat, kan jij mij wel bij helpen? Ja, ik hoor. En dan maak je hem open. Oh, wat gebeurt er? Moet ik even iets zachter zetten? Sorry. Zo, maak je hem open. En dan probeer je die KitKat niet helemaal kapot te breken. Kijk, maak hem zo open. Maar dan gewoon deze KitKatjes uit elkaar te breken. Zo. Okay. En die doe je dan zo heel zachtjes zo in de bak. Ik doe hem even uit. Zo, zonder op te eten. Nee. Eentje dan, hè? Ja. Oh, weet je pot. Nee, je moet proberen. Dat is dus de kunst. Om ze helemaal recht te houden. Goed? Kijk. Have a break. Have a KitKat. Niet gesponsord. Zeggen we dan. Nee? Dus krijgen we de KitKat wel op ons dak. Wat doen jullie met onze KitKat? Is dat niet helemaal taart mee te maken? Een break, met de KitKat. Ik zie het. Ze weten totaal niet waar het over gaat, maar ze vinden het wel grappig. Ja? Kijk, en in het pannetje is de chocola ook al lekker aan het smelten. Ik weet niet of jullie het zien. Hier. Kijk. Dan hebben we zometeen lekker gesmolten chocola. Heerlijk. Nou, er zit blauw beslag zit erin. En nu zie ik het deurtje voorzichtig open. En dan deze nog even in de oven. Ja, kom maar weer dicht. En dat is de laatste kleur. En nu is het weer. Even wachten. Nog wachten. Ja. En terwijl wij even wachten op de laatste taartenbodem. Of Luxie even lekker drinken. Schatje. Zeg allemaal oké. We zijn er weer. We hebben hier dus geel. En de blauw. En de eerste. Blauw gaat op en groen, roze en groen. Yoga op groen en maar weet je wat ik het beste denk? Dat we het beste de beste bodem onder kunnen doen. Oké. En dat is in dit opzicht is dat groen. Dan pakken we eerst groen. Zo. En dan hebben we hier een hele mooie schaal. Zo. Dan leggen we maar groen. Maar we moeten wel nog even proeven, man. Ja, als het helemaal klaar is, zeg maar. Ja. Zo, en dan hebben we de bodem. En dan hebben we hier maar de crème. Eigenlijk had ik dit dipje opgegeten. Dus je hebt een klein randje opgegeten. Even een side note. Dus je hebt een randje opgegeten. Nou, en dan pakken we een klein beetje van dit mengsel. Dit is dus boter met... Deze dan mag je ook die. Nee, ook niet. Nee, dit is nog niet helemaal goed gegaan. Dit is dus boter met poedersuiker. Voor degene die het afvragen. Ik wist dat helemaal niet dat je daarmee dus mama, dit kon maken. Niet wel een beetje goed. Maar dit is niet beter. Nee, ik weet het. Het is niet helemaal zo mooi als op het plaatje. Nee. Maar dat is, lukt meestal niet. Maar helemaal. Wel een beetje jukt. Ja, ik denk wel dat het heel erg lekker gaat zijn. Ja. Hè? Dat sowieso. De roze, oké, die is dus niet helemaal. Niet helemaal. Maar maakt niet uit. Maar dat maakt niet uit. Kijk.
Dan hebben we dus deze laag. Maar die heb ik ook wel behoefte. Ja, ja. Zo. Zo. Dan wordt één kant wordt helemaal mooi en die andere kant wordt iets minder mooi. Wauw, het is het mooiste. Kijk. Kunnen jullie dit al zien? Ik weet niet of je dit ziet op de film. Ik vind het super mooi. We zullen Lua en Lucilla wel heel verrassen. Hé, hey, we hebben vanavond een filmavond. Woehoe. Kunnen we lekker deze taart opzoeken maar bij de filmavond? Ja. Dat is een goed idee. Met mijn grote aan het drukje. Ik proef aan zie aan Johan een stukje proeven. Aan Bob, aan jij. Ja, allemaal een stukje. En Lucie kan ook een stukje proeven. Nog kijk dan. Ja, is niet zo erg. En mijn helemaal van... Maar een beetje vies. Ja, maar het was niet dat. Nee. Maar ook een beetje zo. Nou, hebben we dus de taart. Maar ik zag hem niet zien. Nee. Maar dat omdat ik net binnen. Want ik kwam net buiten. Maar toen had ik net een briefje op. Oké. Hé, maar kijk eens. Hij is, dit is klaar, jongens. Ja, dan ga je maar nog dit. Kijk. Oh, sorry. Een beetje scheef. Dan ga je maar nog dit. Dit is de bovenkant. De zijkant, zoals jullie zien. Ja, of je echt heel goed het regenboog-effect ziet. Dit is het plaatje. En dit is hoe het dan real life is, zeg maar. Niet dat het erg is hoor. Maar ik vind het ook even leuk. Even leuk te realiseren. Ja, maar wel je. Maar kijk dan, deze zijn veel te groot voor die. Ja. Hoe gaan we dat nou doen? Want dit moet ze om die taart heen. Ah, ik weet het. Door midden breken. Ja. Ja, dan breken ze er midden. Ja. Maar hoe gaan we ze dan tegenaan zetten? Met een elastiekje. Met een elastiekje. Had ik op een filmpje gezien. Dat had je op een filmpje gezien, hè? Maar ik weet niet of ik een touwtje heb. Ik probeer nu dus het touwtje eromheen te krijgen. Want al die stokjes recht blijven staan, maar... Nee? Dit is me toch ook wel weer een lichtelijke uitdaging. Maar bij mij maakt niet uit hoor. Maakt dat niet uit voor jou? Nee. Het is even reality versus hoe de plaatjes op internet staan. Kijk, dit is dus de taart waarvan ik die dus probeerde na te maken. Met die Kit Kats eromheen. En dit is de taart die ik probeerde na te maken zoals dat regenboog gebeuren. En dit is hoe ik hem nu dus heb gemaakt. Nou, wat we nu nog gaan doen. Heel mooi, mam. Is, zij vindt hem mooi. Uiteindelijk is dat Smarties. Het belangrijkste. De Smarties nog toevoegen. Ja, ik heb dat lekker. Maar dat op het filmpje zag ik dan niet. Zag jij niet op het filmpje? Nee. Nee, dat stond wel in het recept. Ja. Ja, maar hun deden het met Nutella. Maar mama doet het gewoon met chocola. Maar het mag niet uit hoor. Nee, dat mag niet. Nee. Je moet eens proeven. Mmm, zo lekker. Doe de Smarties erop. Beetje verdelen, hè? Zo. Ja. Nog eentje. Kijk. Oeh. Nou. Tada, 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 tada. De taart is... klaar. Gaan we hem even heel snel in de koelkast zetten, zodat de chocola hard kan worden. En als die hard is... gaan wij lekker een stukje proeven. Terwijl de taart lekker even in de koelkast gaat hard worden. En ik zal meteen de rotzooi even op gaan ruimen. Ga ik eerst even kijken wat papa aan het doen is. Want die zit nog steeds in de tuin. Ik heb het gevoel dat ik helemaal onder de chocola zit, jongens. Maar goed, maakt niet uit. Eens even kijken, wat ben je aan het doen, papa? Lucius ligt lekker te slapen in de kinderwagen bij papa. Lucilla heeft trouwens een feestje, jongens. Als jullie denken, waar is Lucilla? Heeft een feestje en Luan is pas aan het eind van de middag vrij van school. Heeft altijd een lange dag op de vrijdag. Even zo. Maar, oh ja. De takken hangen niet meer zo laag. Niet meer zo laag en je kunt weer meer de tuin kijken. Ja. En die boom heeft hij gedaan. Vier. Kijk dan, aanhangen weer helemaal vol. Het tuinafval. Zo. Ja, en papa heeft hooikoorts. Als jullie denken, waarom heeft hij zo van die rode kleine ogen? Ja, valt mee hoor. Hij heeft hooikoorts. Ik ga nu storten en dan haal ik Luan op van school. Ja, top. Helemaal goed. Ja, leuk. Toppie. Nou, lekker bezig geweest dus. Ja, heel lekker buiten benen. En dan mag je lekker buiten spelen. En als Luan zo meteen uit school komt, dan is denk ik de taart wel hard. En dan kunnen we denk ik met papa en Luan lekker een stukje gaan proeven. Lekker taart. Goed. Hey, zal ik nog eens wat laten zien? Ja. Ik had jullie al verteld, in de bioscoopfilm hadden we een samenwerking met Gardena.
En het was zo leuk dat hun zeiden van, omdat je zoveel toneert, heb ik een verrassing. Een verrassing. Ja. Een verrassing. Ja, dus dit hoeft eigenlijk niet in de vlog, maar dit hebben ze als extra cadeautje gegeven. Ze zitten in de film namelijk, met hun tuin robotgrasmaaier. En ze hebben papa even flink verwend. Ja, kijk dan toch, het helemaal uitgesteld. Ik heb met deze trimmer gedaan. Ja. En de boomtoppen met dier eruit gezaagd. Niet ja, goed gedaan hoor. Hey. Heel blij. Wat mee. Heb je met dit, dit gedaan net? Ja, echt top. En gewoon op accu's, hè? Op batterijen. Ja, handig. Goed zo, heel goed, Luxie. Hoi. Oh, je jurk is heel mooi. Ja. Wauw, dat was mooi. Ja, en dat zag ik. En wie is daar weer wakker? Lucie is een vriend. En ik ben net naar Europa geweest met Luxie. Hebben wij de takken van de bomen weggebracht en Luan ophaald. Hey, hallo. Welkom thuis. Ja, Luxie heeft een verrassing gemaakt op mama. Ja. Wat heb je gemaakt, Luxie? Zo, wat is dat dan? Een chocolade M&M. Een chocolade M&M. Och, dan begint hij van te watertanden. KitKat en M&M's. Wow. En zijn dat nou M&M's of zijn dat nou Smarties? M&M's. Wat is het verschil tussen Smarties en M&M's? Het merk. M&M's zijn vaak wat groter en die hebben vaak er nootjes in zitten. Hier zitten geen nootjes in. En soort smaken vaak. En op M&M's zie je ook de M. Zie je dat? Ja, dus er staat een M op. Ja. Bij Smarties zijn ze gewoon super klein. Ik heb veel taarten gehad, maar zo'n taart hebben we nog nooit gehad. Ik ben benieuwd hoe die er binnen uitziet, jongens. Want binnen, hopelijk kunnen we dat nog zien, Luxie. Mm. Het is eigenlijk, het is een regenboogtaart. Want Luxie en mama hebben laagjes gemaakt van een kleur. Zo. Van allemaal kleuren. Ik ben heel benieuwd. Ik dacht al vanaf... En het is niet zoals op de verpakking. De hele middag bezig. Ik denk, wat zijn ze toch aan het doen? Wij zijn echt de hele middag in de keuken geweest, Luxie. Mm-hmm. Nou, kijk. Ik heb nog nooit zo'n mooie taart gezien. Oh, hij is mooi gelukt. Kan je het zien, pak? Kijk, wauw. Hij is misschien wel niet zoals op het plaatje, maar hij is nog steeds heel mooi. Ik vind hem prachtig. Ik heb nog nooit zo'n goede gelukte taart. Echt goed gelukt. Ik ben dus op En jij hebt hem geholpen, toch? Ja. Hij heeft het meel een beetje helpen roeren. Wauw. Luxie mag het eerste stukje. Mama, dit is hem dus geworden, jongens. De taart. En is die lekker? Ja, smaakt die lekker? Nou, ik ben zo benieuwd. Mag ik ook een... Ja, ik ga het voor jou. Maar ik kan ook niet wachten, hè? Op je bordje leggen. Lekker, hoor. Oh, even een gouden taart zonder dat we wat te vieren hebben. Oh, van de hele middag bomen op kronen lust ik het al. Heerlijk. Deze delen. En vanavond als Priscilla thuis komt van haar kinderfeestje, krijgt ze natuurlijk ook heerlijk. Een stukje taart. En we hebben vanavond voor ze aan. Dankjewel. Vind je die lekker? Ik vind het Weet je wat dat is? Nee. Boter met poedersuiker. Heerlijk. Ja. Heerlijk. Grappig, hè? Ik wist niet dat je zo... Kijk, hier kan je het ook goed zien. Geel, blauw, roze en groen. Wauw. Boter. Ook, hè? Heerlijk. Boter met poedersuiker. Ja, zo maak je die room. Wist ik ook niet. Hè? Nee. Een leuke begin van het weekend kunnen we niet wensen. Nou, of niet, dan ik ben heel benieuwd hoe die smaakt. Heerlijk. Oh, jongens. Dat is lekker, hè? Absoluut is hem onder de chocolade. Even doen, toepakkoetjes. Heerlijk. Vond je het nou weer een leuke vlog, jongens? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En morgen zeker weer kijken, want we hebben een verrassing voor de kinderen. Yeah, tot morgen. Doeg.